in a little tent. And just like the river, I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Oh yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long, long, long time coming, but I know a change gonna come. Yes, it will. Then I go to my brother. To my brother. I say, brother, brother, help me, please. And my brother winds up knocking me Shall Overcome, hoorde u, het strijdlied van de Afro-Amerikaanse gemeenschap in Amerika in de strijd tegen het racisme in dat land. En u hoorde de versie van Patti LaBelle. Dit lied is ook bedoeld als ode aan het leven van George Floyd, die onlangs door de politie vermoorde ongewapende onschuldige zwarte man. En een ode aan de vele ongewapende zwarte mannen en vrouwen die door de eeuwen heen stierven ten gevolge van bruut politiegeweld in de USA. Goedemiddag, ik hoop dat het goed gaat met uw luisteraars, nog steeds in deze coronacrisis, en dat u het volhoudt zich te houden aan de maatregelen. Maatregelen ter bescherming van uzelf, maar ook ter bescherming van uw medemens natuurlijk. En u luistert alweer ook naar de vierwekelijkse uitzending van Venzo. En voor de mensen die het nog niet weten, Venzo is het verbindingsplatform voor alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft en met het ondersteunen van sociale actieve bewoners in Zuidoost, maar ook daarbuiten. Venzo ondersteunt de burgers bij het vinden van vrijwilligerswerk, het opzetten van sociale activiteiten en het aanvragen van subsidies en het volgen van workshops. Venzo is een gratis dienstverlening gesubsidieerd door het Stadsdeel Zuidoost. Dus inschrijven via onze website en gebruik maken van onze diensten kost in principe niets. Ons kantoor is op dit moment gesloten, maar de Venzo-medewerkers werken vanuit huis. En u kunt ons altijd bereiken via ons gewone telefoonnummer. En dat is 020-760-1170. Het nummer van Venzo dus. 020-760-1170. En ik ben André Reder. Ik ben adviseur en ondersteuners van bewoners en organisaties bij Venzo. En presenteer dit Venzo-programma. Als u trouwens vragen heeft of iets wilt delen met de luisteraars, dan kunt u tijdens de uitzending altijd bellen naar de studio via 020-471-4291. Vandaag heb ik een gesprek met Warsha Atwari. Zij is kindercoach en met haar ga ik praten over hoe kinderen kijken, voelen en ervaren in deze coronacrisistijd.
En verder heb ik een aantal belangrijke mededelingen over de pas gestarte informatielijn van Venzo. En ook heb ik belangrijke informatie voor actieve bewoners en zelforganisaties die voor het organiseren van hun activiteiten gebruik maken van de subsidie van de gemeente voor bewonersinitiatieven. Maar eerst muziek. En dit is een troostlied voor de nabestaanden van hen die iemand aan het coronavirus hebben verloren. Deze keer in het Japans, gebracht door de Japanse zanger Jung Yong-hwa. Comfort Song. Usaba, sulpohajiman malgo. 괜찮아 눈물을 흘리지 말고 지금 부르는 내 노래가 작은 위로가 되길 바래 웃어봐 아파하지만 말고 괜찮아 세상이 널 힘들게 해도 이 시간이 다 지나가면 모두 다 널 이해할 거야 웃어봐 늘 곁에 있잖아 사랑해 Nee, zij moet terugbellen. Oké. Okay. Nou, dat moet oproepen, daar hebben we geen tijd, want dan begin ik gelijk met haar. Heb je dan gezegd om hier te bellen? Oké. Okay. Heb je er dat nummer gegeven? Usaba, apa hajiman malgo. Kwenchana, sesangi nol himdulge hedo. I shigani da jinagameon. Modu da nol ihehal goya. Usaba, neul gyeotse itchana. De Japanse Jung Yong-hwa was dat met het troostlied Comfort Song. Aan de telefoon, als het goed is, heb ik nu Warsha Atwari. Goedemiddag, Warsha. Goedemiddag, hallo. Alles goed? Ja, het gaat goed. Met u? Oh, prima hoor. Ik heb je naam genoemd, maar ik heb niet gezegd dat je kindercoach bent. Want vandaag gaan we het hebben over, ja, kinderen en de coronacrisis. Misschien kan je iets vertellen over wat jouw ervaring is met hoe jij met kinderen in contact bent als coach? Ja, is goed. Ik ben kindercoach. Ik werk nu al inmiddels 2 jaar met kinderen.
En nou ja, vanaf jongs af aan heb ik al op grote gezinnen, babypeuters, zelfs poeders opgepast. En vandaar is mijn passie ook ontstaan. Ik heb kort daarna ook vrijwilligerswerk gedaan bij Voorlees Express. Waardoor ik ook mijn doelgroepen heb kunnen bepalen. Dus de multiculturele gezinnen, waar ik me ook echt specifiek op richt. En ja, ik vind het gewoon belangrijk om respect te hebben voor, te tonen voor elke cultuur, voor ieders normen en waarden, gewoontes en wensen, ook al zijn ze net iets anders dan die van mij. Ja, vanuit deze drive ben ik eigenlijk begonnen om kinderen te coachen met verschillende opvoedvragen. Ja, ik baseer heel erg op twee werelden, dus kinderen die echt in twee werelden zitten, bijvoorbeeld met de cultuurverschillen, het westerse cultuur en de cultuur waarin ze opgroeien. Als er de ouders uit elkaar gaan, hoe is dan zo'n wereld bij vader en de wereld bij moeder? Of als er een overlijden plaatsvindt, hoe is dat dan voor het kind, het wereld ervoor, voor het overlijden en de wereld erna? Dus zo heb ik op verschillende manieren contact met gezinnen. Oké. En je zegt, je richt je vooral op multiculturele gezinnen. Laat ik het zo zeggen, kinderen met ouders van niet-Oer-Hollandse afkomst, ja, die meer uit de witte westerse cultuur komen. Wat zijn verschillen voor kinderen als ze in die twee, de witte en de gekleurde wereld opgroeien? Bijvoorbeeld, een voorbeeld, hoor, je hoeft niet alles te zeggen. Dat het op school waar we in leven nu, de westerse cultuur is heel erg sterk in de schoenen staan, heel erg goed voor jezelf opkomen. Ja, dat is wel iets wat nu echt in de maatschappij leeft, eigenlijk al wel een aantal jaren. En ik kom ook wel kinderen tegen die ook taalbarrières ervaren, bepaalde verwachtingspatronen meekrijgen en dat gewoon vastloopt. Zoals? Verwachtingspatronen zoals? Er zijn heel veel verschillende verwachtingspatronen, bepaalde prestaties die vanuit huis worden meegegeven bijvoorbeeld. Ja, en waar ze niet aan kunnen voldoen of die niet overeenkomst met wat ze eigenlijk zouden willen, bedoel je dat? Ja, niet zozeer voldoen, want er is niet een plaatje waar je aan moet voldoen. Uiteindelijk is dat natuurlijk de keuze aan het kind. Maar het is wel dat het kind leert kennen van hoe is zijn eigen ik en welk pad is er voor hem of haar om dat te bewandelen. Wordt daar meer aandacht aan besteed door ouders in de witte westerse cultuur dan in onze culturen? Wat bedoelt u precies? Nou, je zegt kinderen in hun eigen kracht zetten, weten wie ze zijn. Die hele ontwikkeling, daar moet je aandacht aan besteden tijdens hun groeien. Ja. Maar mijn vraag is, gebeurt dat meer in de, laten we zeggen, de witte Hollandse omgeving als bij ons zwarte en gekleurde mensen van verschillende afkomst? Nee, het gebeurt ook bij de witte cultuur zeker. Het gebeurt bij beide overigens. Maar ik werk gewoon heel graag met de multiculturele gezinnen. Omdat ik de normen en waarden vanuit de andere cultuur heel goed kan begrijpen. Omdat ik zelf ook een culturele afkomst heb. Waardoor ik de taal eigenlijk iets makkelijker kan begrijpen. En kinderen zoeken toch liever ook wel iemand die een beetje op hun lijkt. Hè. Ze zoeken ook wel herkenning in de vorm van begeleiding die ze kunnen krijgen. Ja, we hadden dit niet afgesproken, maar jij bent van Surinaams-Hindoestaanse afkomst. Ja, klopt. Kun je iets vertellen over hoe jouw opvoeding ging? Ik liep zelf als tienermeisje best wel aardig vast in de cultuur waarin ik opgroeide. Groeide en op school. Ik merkte heel erg dat ik aan het zoeken was van waar ik bij hoor. En ik zat met de ene been echt op school en de westerse cultuur en heel erg met de andere been in de Hindoestaanse cultuur om te zoeken van ja, waar hoor ik bij? Ik had echt zo'n idee van ik moet ergens bij horen en ik had bepaalde verwachtingen vanuit huis.
kon ik dat waarmaken op school, want daar waren weer andere verwachtingen. Dus ik was heel erg zoekende. Ik had zelf als jong meisje wel ook een, bijvoorbeeld een kindercoach gehad willen hebben. Gehad willen, ja, precies. En goed, na al die jaren van het zoeken, het zelf uitvinden en zo, wat is nu je conclusie? Wie ben jij, Warsha Atwari, geworden? Ja, goeie vraag. Nou, ik ben nog steeds altijd zoekende en ik leer nog altijd heel veel. Ik heb verschillende opleidingen, trainingen gedaan hierin om kennis op te doen, om kinderen het beste mee te geven, wat ik zelf heel erg gemist heb, want dat leeft nog steeds heel erg. En ik hoop de wereld beter achter te laten omdat ik er zelf opgekomen ben, zeg ik altijd zo. Dus dat wil ik eigenlijk zo meegeven aan de kinderen die ik begeleid, die ik nog tegen ga komen. Maar goed, jij weet nu wat je wil en je hebt je identiteit voor elkaar. Tot een zekere hoogte, ja. Waarom lach je? Kun je daar wat over uitweiden? Je bent altijd zoekende. Als je kijkt ook wat er afgelopen week is gebeurd in verband racisme. De moord op George Floyd. Ja, inderdaad, over George Floyd. Dat heeft me enorm veel geraakt, heeft me enorm veel gedaan. Ik merkte dat daar ook nog een stukje bewustwording voor mij zat. Dus vandaar dat ik ook altijd nog zoekende ben van, hey, hoe is dat voor mij? En wat kan ik vanuit daar een stukje liefde, een stukje zachtheid ook aan de kinderen meegeven? Ja, goed. We leven allemaal nu in de coronacrisis die sinds ongeveer februari begonnen is en over de hele wereld is uitgebreid. Kinderen en in deze coronacrisistijd, kun je daar iets over zeggen? Hoe zij het ervaren, hoe ze er tegenaan kijken, wat ze voelen. Want om concreet te beginnen, ja... De scholen gaan nu wel open, maar ze hebben maanden thuis moeten zitten. Ja, ja. Nee, wat ik in het begin voornamelijk veel zag, hè, dat er heel veel schema's, lijstjes, huiswerk, deadlines voor de kinderen werden gemaakt. Met heel veel respect ook naar de leraren ook, want dat is gewoon... Ja, dat is gewoon echt heel mooi dat daar ook nog altijd de structuur in is gebleven en er aandacht is. Om dit te bieden en het waar te maken voor de kinderen. Alleen wat ik heel erg mis is het stukje sociaal-emotioneel. Van maar wat mist het kind nu? En wat weten ze wel en niet over het corona? En missen ze hun vriendjes? Of vinden ze dat ze niet naar en dat ze dan toen nog niet naar school konden gaan? Hoe zit het met broertjes en zusjes thuis? Wat vinden ze van deze situatie? Vinden ze het spannend of niet? En ik zag de kinderen natuurlijk ook niet meer, hè, want ik zat zelf ook wel heel veel thuis. En daarom ben ik toen ook een podcast gestart om op afstand toch in gesprek te gaan met kinderen van, hè, hoe ervaren ze dit? En net inderdaad de vragen net die ik zo net opnoemde, te vragen aan ze van, ja, maar hoe is dat bij jou dan? En wat zijn de antwoorden die je kreeg van de kinderen? Ja, heel verschillend. Er zijn ook kinderen die het heel fijn vonden dat papa en mama weer veel thuis waren. Of dat mama veel thuis was. Veel kinderen kregen ook veel beter les door vader en moeder. Of moeder, vader. Toch wel iets meer begrip. En veel kinderen die vriendjes missen. Maar meer, toch weer veel meer tijd hebben met elkaar. Ja. Oké. En kreeg je nog te maken met dingen die problematisch waren bij de kinderen? Wel kinderen die ook school heel erg misten. Bepaalde uitleg misten van de leerkracht. Niet voldoende steun kunnen krijgen vanuit de ouder. Niet zozeer dat de ouder dat niet wil, maar de bepaalde bevoegdheden niet had op het gebied van een bepaalde vak. Als je kijkt bijvoorbeeld naar rekenen of naar taal bijvoorbeeld, wat gewoon heel moeilijk is en waar een kind bijvoorbeeld iets meer aandacht voor nodig heeft. Dat,
Ja, dat waren wel inderdaad de minpunten. Dat kinderen wel heel erg zoekende waren van oké, maar loop ik dan nu achter ook met mijn lessen? En, ja, dat waren wel echt zorgwekkende vragen vanuit wat ik meekreeg vanuit de kinderen. Maar ook vanuit de ouders. Oké. Basja, je hebt wat muziek op de achtergrond. Zou je dat wat zachter kunnen zetten? Tenminste, ik hoor... Even naar een andere ruimte, want ik ben namelijk niet uit. Even kijken. Hoort u die minder? Nee, ik hoor het nog steeds. Excuses luisteraars, waar ze gaat even kijken of die muziek op de achtergrond niet weg te halen is. Nou ja, goed. We gaan het zo doen. Je bent verder wel goed te verstaan. Ja, oké, gelukkig. Oké, maar er is ook nog... er zijn berichten in de krant verschenen ook van... Ja, kinderen thuis en er is een toename van kindermishandeling. Ja, klopt. Klopt dat? Nou, ik heb daar heel weinig zicht op, eigenlijk. Voornamelijk ook omdat de gezinnen, die denk ik daar zich in bevinden, niet de route kunnen vinden om... dat maar buiten te brengen, om dat te kunnen delen. Ik denk dat die wegen daar wel beperkt in waren sinds corona de wereld is. Want ik kan me wel voorstellen, dus ik zei natuurlijk, kunnen allerlei redenen zijn waarom zo'n kind mishandeld wordt. En het kind kan ook op verschillende manieren mishandeld worden, lichamelijk, maar ook geestelijk. En dat men niet gaat bellen om te zeggen, hé, er gebeurt dit en dit bij mij thuis. Nee, klopt. Ja. Ja, daar was ik, ik ben daar met verschillende andere professionals in gesprek gegaan om te kijken van, wat kunnen we doen voor die gezinnen? En er zijn wel andere professionals die wel iets dichterbij staan, ook bij deze mensen. Maar ik heb er zelf nog niet direct in deze tijd, in deze coronatijd, nog echt mee te maken gehad. En thuis zijn. Want goed, normaal een groot gedeelte van de dag brengen de kinderen door op school met vrienden. Ze kunnen zich uitleven met elkaar. Ze zien zichzelf gereflecteerd in elkaar. Maar goed, nu ben je thuis met papa en mama. Je bent op elkaar aangewezen. Wat is het effect daarvan op die kinderen dat jij hoort? Ik denk dat heel veel gezinnen wel echt die verbondenheid heeft ontdekt. Vanuit het kind, maar ook zeker vanuit de ouder. Er zijn ook wel gezinnen waar enkele frustraties ontstaan of de geduld iets minder oploopt. Waardoor? Ja, ik denk ook door te lang dat dit te lang duurt. Veel kinderen leven heel erg ook op sociale activiteiten. Veel willen bewegen, veel dingen willen doen, veel met anderen kunnen omgaan. Ja, dat was op een gegeven moment was dat er gewoon niet meer. Dat heeft wel gezorgd voor veel frustraties bij sommige kinderen. En misschien ook bij de ouders, want ik sprak laatst met iemand, een ouder, en die moest dus van huis uitwerken. En dat gebeurt vaak met de computer. Maar die kon zich niet goed concentreren omdat de kinderen thuis waren. Ze moesten ook nog helpen met schoolwerk. En ze leidde haar af. En ik kan me ook voorstellen dat dat ouders frustreert of dat dat misschien tot spanning leidt. Ja, klopt. Wat ik ouders daarin meegaf is van maak een planning, maak een schema met elkaar, maak een goede indeling, zodat kinderen ook weten waar ze aan toe zijn. Maar ook de ouders zelf, creëert rust. Dus je bedoelt van zo laat tot zo laat is mama aan het werk of papa? En dan moet je rustig zijn? Ja, wat de kinderen kunnen doen qua schooltaken of qua andere taken, zodat ze van beide kanten weten, oké, waar zijn we aan toe? Kinderen vinden structuur gewoon heel fijn, dus ook eigenlijk... Wat ze vanuit school meekrijgen en ook vanuit huis, uiteraard. Dat het belangrijk was dat je die structuur nog al wel erin bleef houden, zeg maar.
Oké, dus de situatie organiseren. Ja. Thuis. Ja. Zodat het niet aan het spontane wordt overgelaten en dat iedereen precies weet waar ze aan toe zijn op welk moment. Ja, tuurlijk. Ja. Oké. En heb je nog iets bijzonders als het gaat om kinderen? Want goed, ze gaan nu naar school. Per 8 juni gaan de scholen helemaal open? Ja, klopt. Aanstaande maandag. Betekent dat er weer gewoon normale volle klassen zijn? Want ze zijn nu al open, toch? Heb ik daar nog niet echt mensen over gesproken, maar volgens mij is dat wel de bedoeling. Ik weet niet of dat echt volle klassen zijn, want dat lijkt me dan niet te doen qua maatregelen natuurlijk. Nee, dat lijkt me ook genomen niet. Moeten worden. Ja. Dus ik weet nog niet hoe dat in de praktijk gaat zijn. Ik denk dat nog te zien is hoe dat de komende weken zal ontwikkelen. Maar voor jou verandert er voorlopig niks. Jij moet thuis blijven met je podcast om te communiceren met de kinderen. Ik ben wel afgelopen week gestart om kinderen weer gewoon fysiek te ontmoeten, live te ontmoeten, met de regels. Waar, bij jou? Bij jou of bij hun thuis? Of? Verschillend. Meestal wel bij het gezin thuis. Dat is vaak een vertrouwde omgeving voor het kind. Maar anders ook in een ruimte die ik dan op dat moment huur. Ja. Oké, Wasja. Ontzettend bedankt voor het delen van deze ervaringen van jou. Over de kinderen in coronatijd. Had je nog een boodschap voor de kinderen? En de ouders misschien? Nog steeds. Wat ik enkele weken ook tegen heel veel gezinnen en kinderen zei, is praten veel met elkaar over. Communicatie is echt heel belangrijk in deze tijd, nog steeds. Ook al de maatregelen versoepelen, is het gewoon heel prettig om in gesprek te blijven met je kind. Oké, dankjewel Wasja voor dit gesprek en sterkte en succes met de kinderen en je activiteiten. In deze tijden. Ja, graag gedaan en fijn dat ik in de uitzending mocht komen. Oké, fijne dag nog. Oké, fijne dag. En luisteraars, we gaan nu weer terug naar een stukje muziek. Het is iets dat redelijk rustig is, maar het is wel funky. En het is de uit Cameroen afkomstige jazzbassist en zanger Richard Bona. En hij wordt bijgestaan door de bekende John Legend. En ze brengen het nummer Please Don't Stop. Twee mensen hadden gebeld, no? Ja. You're so smooth, trying to keep my cool. But I can't help myself, you make me act a fool. Oh, sweet things you say, the sexy way you move. I get so excited, babe, I don't know what to do. I really wanna be your only one, forget about the rest. Why stop with good enough when you can have the best? Oh, what I'm trying to say is won't you stay? I'll stick with you. Baby, don't stop doing what you do. Don't just stay. Tunjonya dunyam. Kapunja mamu limang. Jengel fadani. Please don't stop loving me.
doing what you do. Please don't stop. Cause honey, I know I can't stop loving you. Please don't stop. I'm such a lucky guy. Got you next to me. And baby, no, please don't go. You never ever have to leave. Stick with me, I can be more than you know. I'll be your best of friend, next to kin, your homie and your lover. Then baby, everything you need, you can find it in me. The best of them is in me, then have been more told. So I'm on a one job, I'm loading young girl. I'm fully all your singer. Stop loving me, doing what you do. Cause honey, I know I can't stop loving you. Please don't stop. I'm such a lucky guy that you're next to me. Please don't go. Baby, no, please don't go. You never ever have to leave. En dat was Please Don't Stop van Richard Bona en John Legend. Sinds afgelopen dinsdag 2 juni is Venzo gestart met een informatielijn hulpinitiatief voor coronacrisis. U weet het, sinds de coronacrisis, laten we zeggen, uitgeroepen is door de overheid, zijn er allerlei initiatieven tot stand gekomen in Zuidoost. En trouwens overal in Nederland, maar zeker ook in Zuidoost. En er zijn initiatieven gekomen vanuit de overheid, de gemeente, die zelfstandigen gaat bijstaan die geen inkomen meer hadden. Er zijn initiatieven gekomen voor voedselpakketten voor mensen die geen inkomen meer hadden en dus ook geen eten konden kopen. En in ieder geval, een heleboel zijn er gestart initiatieven om mensen te helpen sinds die coronacrisis er is. En het is bij de burgers van Zuidoost niet altijd en overal bekend waar de initiatieven plaatsvinden, door wie, hoe zij er gebruik van kunnen maken. En Venzo heeft ze voor u op een rijtje gezet. Althans, waar zij achter konden komen, waar wij achter konden komen, maar het kan altijd aangevuld worden natuurlijk. En wil je weten bij welk hulpinitiatief je met jouw hulpvraag terecht kan, of misschien ken je iemand die hulp nodig heeft, dan kun je bellen naar deze informatielijn. Let wel, het is een informatielijn, het is geen hulplijn. Dus als u belt, kan men u de naam en een telefoonnummer of e-mail geven van een bepaald initiatief waar u voor hulp terecht kan. Maar de mensen van Venzo, die verlenen zelf geen hulp. Dus het is een informatielijn. En die informatielijn kunt u bereiken op dinsdag, woensdag of donderdag tussen 10 uur 's morgens en 4 uur 's middags. Ik bedoel, 5 uur 's middags. En het nummer van de informatielijn is 020-333-1760. Ik ga het herhalen. 020-333-1760. En dat is het nummer van de informatielijn voor hulpinitiatieven in de coronacrisis. In Zuidoost
met name uit onze ervaring en wat wij ook horen van de actieve burgers, is dat met name de ongedocumenteerde mensen heel veel te lijden hebben, want heel veel ongedocumenteerden die zijn dus bijvoorbeeld niet geregistreerd bij de overheid. En maar velen doen dus zwart werk in de schoonmaak of allerlei andere baantjes bij bazen, maar door die coronacrisis hebben ze hun werk verloren, dus hun inkomen. En waar ze met dat zwart werk nog de huur konden betalen van een huis en ermee konden rondkomen, valt dat allemaal weg. En ze kunnen dus geen beroep doen op geen enkele instantie, omdat ze ongedocumenteerd zijn. Dus wilt u weten waar ze hulp kunnen krijgen, belt u dan de informatielijn Hulpinitiatieven van Venzo. En nogmaals, dat nummer, dat is 020-333-1760. Ik herhaal, 333-1760. En de mensen van Venzo staan u graag te woord. Veel bewoners en zelforganisaties in Zuidoost maken voor hun activiteiten gebruik van de subsidie die heet Bewonersinitiatieven. Dat is een subsidie van de gemeente voor activiteiten, vrijwillige activiteiten van bewoners en zelforganisaties. Sommige mensen hadden al bijvoorbeeld een subsidie gekregen en het geld voor die activiteiten al ontvangen. Maar door de coronacrisis konden de activiteiten die ze daarvoor gepland hadden plotseling geen doorgang vinden. Andere mensen willen een aanvraag doen voor activiteiten die na 1 juli plaatsvinden, want na 1 juli mogen volgens de coronamaatregelen van de overheid mag je weer bijeenkomsten doen met maximaal 100 mensen. Maar de vraag bij heel veel mensen, mogen we dan weer, kunnen we dan nu een aanvraag doen voor dat soort activiteiten? En Venzo kreeg al die vragen, omdat de gemeente zelf daar nog niet publiekelijk naar buiten heeft gebracht hoe ze met al deze vragen omgaat in deze crisis. Ze hebben ook niks daarover op hun website geplaatst. Dus we hebben met enkele ambtenaren gebeld om te weten hoe het precies zit. Dit hoorden wij, hoe er binnen het ambtenarenapparaat volgens een interne richtlijn mee wordt omgegaan. En intern heeft men de volgende richtlijn. Er zullen voorlopig in verband met de crisismaatregelen geen nieuwe aanvragen voor subsidie voor bewonersinitiatieven worden behandeld. Al kunnen vanaf nu bijvoorbeeld bijeenkomsten met 30 mensen en vanaf 1 juli met 100 mensen georganiseerd worden, toch zal men aanvragen voor dat soort activiteiten niet in behandeling nemen, omdat er geen officieel besluit in de top van de gemeente hierover is genomen. Dus om die aanvragen weer te hervatten. En zolang er geen officieel besluit is, kunnen de ambtenaren eigenlijk ook niet die aanvragen in behandeling nemen. Dus dan weet u dat. Wat betreft de aanvragen waar we al geld voor ontvangen en waardoor de coronacrisis de activiteiten niet konden doorgaan, daarvan werd tegen ons gezegd dat de behandelende ambtenaren contact zullen opnemen met de aanvragers om te overleggen van hoe of wat. In ieder geval, dat gebeurt ook. Dat hebben wij ook vernomen van de organisaties en bewoners die wij ondersteunen. En het is zeker niet zo dat men het geld terug zal moeten betalen of zo. Er wordt gewoon gekeken van, laten we kijken hoe de situatie zich ontwikkelt. En tegen de tijd dat het weer kan, dan kunt u gewoon de activiteit organiseren. En er is geen sprake van dat de subsidie weer terug wordt gevraagd. In ieder geval, op het moment dat officieel de aanvragen weer in behandelingen zullen worden genomen door de gemeente, zal Venzo dit per mail mededelen aan de bewoners en organisaties die bij Venzo staan ingeschreven. We zullen het ook plaatsen op onze website. En u zult het ook horen via dit programma. Dus ik zou zeggen, vrijwilligers en zelforganisaties die nog niet zijn
ingeschreven bij Venzo. Doe dat via onze website van Venzo. En, want het is gratis, het kost u niks. En dan komt u in ons e-mailsysteem. Dus als er allerlei belangrijke informatie over activiteiten, de gemeente of training, of die krijgt u dan via de mail te horen. Dus ik zou zeggen, doe dat. Ik ga, ja. Nou, hiermee zijn we eigenlijk gekomen aan het einde van onze uitzending, beste luisteraars. Onze volgende uitzending is op zaterdag 4 juli. Ook weer van 12 uur tot 1 op Mart Radio. Ik ga nogmaals het nummer van de telefonische informatielijn voor hulpinitiatieven in coronatijd van Venzo ga ik voor u opnoemen. Het telefoonnummer voor informatie hierover is 020-333-1760. Ik herhaal. 020-333-1760. Verder wil ik dank zeggen aan mijn gast Wasja Atwari. En natuurlijk ook aan Norman van Gom van Mater Radio. Die zijn uitzendtijd geheel belangeloos ter beschikking stelt aan Venzo. En natuurlijk niet te vergeten ook dank aan onze technicus Etienne. Die onze uitzending aan elkaar breidde. Rest mij u alle sterkte en gezondheid toe te wensen in de komende tijd. Ik laat u achter met het nummer Look Outside van de onnavolgbare Ellen Stone. Tot de volgende keer, luisteraars. Outside, the world is changing in front of my eyes. What a beautiful thing to witness. What is this? Consistently, I'm captured in your reverie. Look outside, the world is colored in love. It's all so bright. What a wonderful kind of madness the canvas collaborates with calculated mystery.
Stay safe, fellas.